Hey, luister, dit is echt top. Docenten kennen je gewoon bij naam als je verpleegkunde studeert aan de CAE. Even uitproberen. Hey Sanne, inderdaad, op de CAE zien we je staan. Ontdekken we samen waar jij goed in bent en wat jij belangrijk vindt. En zo ontwikkel jij je in je vak en als mens. Oké, nu gaan we het hebben over het vak. Verpleegkunde. Echt uitdagend, want je gaat zoveel leren. Er zijn super toffe oefenlokalen op school, maar het leukste is natuurlijk stage lopen in het werkveld. En daar staat de CAE op bekend. Veel praktijk. Ja, toch? Zeker weten. Wat jij op school leert, brengen we samen in de praktijk. Zoals medicatie toedienen, maar ook gesprekken voeren met artsen of troost bieden aan patiënten. Ja, je bent echt van betekenis voor patiënten. Ik luister graag naar hun verhaal. Hey Ruben, ik kom even je glucose meten. En dan tot slot. Met wie heb je eigenlijk nog meer te maken tijdens je studie verpleegkunde? Oh ja, natuurlijk, de arts. Van haar heb ik bijvoorbeeld geleerd hoe je patiënten goed observeert. Maar wat zegt die arts eigenlijk over ons? Nou, CAE-verpleegkundigen werken met hun hoofd, handen en hart. Ze kunnen inspelen op allerlei zorgvragen. Eigenlijk is het een leven lang leren. En, gaat het goed, dan kun je hier direct na je studie komen werken.